Oh YouTube, vandaag is een gloednieuwe dag in het gezinnetje van Sarah en baby Dennis natuurlijk. Baby Dennis, is nou even klaar hoor. Nog heel eventjes, mama. Jawel, ik heb het al 20 keer gezegd. Mama, Sarah, nog heel schatje. Eventjes, ik ben er klaar. Sarah, lieverd, kan het wat zachter? Ik probeer voor dit op te nemen voor de YouTube video. Ja, maar schat, hij luistert niet. Wat is er aan de hand, lieverd? Ik heb baby Dennis niet keer gevraagd of hij het weg wil doen. Sorry. En hij loopt alleen maar te lachen. Nog heel eventjes. Baby Dennis, wat ben je aan het doen daar? Op de telefoon zitten, papa. Oké, en als mama zegt dat je van de telefoon af moet, wat doe je dan? Door blijven gaan met telefoneren. Werkt dat. Baby Dennis, even opstaan, oké? Kom op. Oké. Papa probeert hier met je te praten. Even de telefoon weg, baby Dennis. Kom op. Wel luisteren, Nog heel eventjes op, papa. Nog even... Baby Dennis. Baby Dennis, wat zeg ik hier nou? Luisteren naar papa, ja? Oké, papa. Baby Dennis, je moet wel luisteren naar papa en mama. Ja, dat doe ik ook. Dus dat zeggen dan, sorry papa, ik zal voortaan luisteren naar mama. Sorry mama, papa, mama, ik zal naar jullie luisteren. En mama is net zo streng als papa, oké? Wat zat je op die telefoon te doen? Niks hoor, papa. Baby Dennis, wat zit je op die telefoon te doen? Ik zeg iets grappigs op de telefoon. Wat is die kleine van ons nou de hele tijd aan het doen op die telefoon? Ik weet het niet. Hij wil het ook niet laten zien, ik snap het niet. Is dit denk je dat hij iets verbergt voor ons twee, voor de ouders? Nou, dat zou best kunnen wat wij niet mogen zien. Baby Dennis, ga maar lekker door hoor. Papa gaat even naar boven. Dankjewel papa. Hey, is wie, goed. Wie is Mila? Wie is wie? Ik zat stiekem over Mila? De boom mee te kijken. Wie is Mila, baby Dennis? Dat is niemand, dat is een klasgenootje. Nee. Ik zag jou net een berichtje sturen naar Mila. Wie is Mila? We willen wat uitleggen. Ja, geen geheimen voor papa en mama, hè? Oké, dat is een vriendinnetje van mij. Een vriendinnetje? Als in vrienden of... Ja, we zijn gewoon vriendjes. Oké, baby Dennis, zeg nu maar de waarheid. Kom op, je mag niet liegen tegen papa en mama, hè? Dat is niet zo netjes. Dat hebben we jou geleerd. We worden niet boos, baby Dennis. Kom op, vertel het maar. Met wie zat je een berichtje te sturen? Dat was mijn vriendinnetje. Wacht, wat? Je vriendin? Ja. Wacht, je hebt een vriendin? Ja, zeker, want je weet wat ze zeggen. Ik heb een W-Riz. Baby Dennis, wat zeg je daar? Je hebt een vriendin, oké. En wat was je dan net met haar aan het bespreken? Nou, papa, ik ga met haar op date. Op date? Waar? En met welk geld? En hoe? Natuurlijk met jouw geld, papa. Pardon? Met mijn geld? En hoe wil je daar komen? Waar ga je überhaupt heen? Jullie gaan me toch brengen, of niet, papa, mama? Nou, als jij ons vertelt, dan weten we dat toch niet? Dus wij moeten jou brengen naar een meisje. En jij denkt dat je zomaar op date mag met iemand die we niet kennen. Je kent hem niet, toch? Het is Mila, zei ik al. Mila, oké, Mila. En hoe oud is wat Mila? Weet je nog meer is Mila dezelfde leeftijd als dat jij bent? Ja, ik hoor dezelfde leeftijd. En hoe lang ken jij Mila al? Een week, een maand? Een dag. Een dag? Oké, weet je wat? En waar is die date? Dat is in een restaurant. Nou, daar komt niks van in, baby Dennis. Lieverd. Wat nou, lieverd? Hoezo niet, mama? Hij is nog een baby. Lieverd, kan ik jou verspreken? Lieverd, dat kunnen we hem toch niet verbieden? Nou, jij schrok ook. Baby die opeens verliefd is, een meisje die we leert kennen. Nee, maar schatje, we sturen hem niet alleen. We kennen die hele Mila niet. Misschien is ze wel niet te vertrouwen. Als goede ouders, is dit een goede test. We gaan gewoon mee. We houden die kinderen in de gaten. Oké, dan weer. Nou, baby Dennis, weet je wat? Ja. Je moeder en ik vinden het goed. Je gaat op date met Mila. En joepie. Papa en mama brengen jou en wij willen er wel bij zijn, ja? Dat jullie erbij zijn, dat vind ik niet oké. Je mag nog niet alleen, baby Dennis. Maak je geen zorgen, baby Dennis. Ik weet alles van vrouwen af. Ik heb je tussen je moeder ook verliefd gemaakt, hè? hoe had je dat vroeger gedaan, papa? Moet je niet doorvertellen, maar natuurlijk, die charme die straalt van me af, hè? Maar het begon met... Schatje, is jouw vader een bakker? Want je bent echt een kerst op de taart. Ja, papa, dat is echt cringe. Je hebt echt L-Riz. L-Riz? Wat is L-Riz? Nou, dat is dat je niet goed bent in vrouwen versieren. Nou, ik ben hartstikke goed in vrouwen versieren, want ik heb Sarah versierd, ja? Dat is waar. Is de kerstboom elk jaar, dus versieren kan ik zeker wel. Nou, weet je wat? Laten we gewoon gaan, oké, jongen? Moet je je nog omkleden of iets? Of ga je hiermee naar de date? Nou, ik ga me even omkleden, inderdaad. Nou, oké, gaan we even naar boven, trek maar een ander shirtje aan en dan komt het wel goed, ja? Oké, is goed. Zo, papa, mama, hoe vinden jullie dit
staan. Oh, kijk hem nou. Heb je al wat papa's kast? Nee, dat heb ik uit mijn eigen kast. Hoe kom je daaraan? Met mijn eigen verdiende geld. Je hebt helemaal geen zakgeld. Oké, ik heb het met jouw pinpas betaald, papa. Wat? Wat heb je gedaan? Nou, maakt niet uit, lieverd. Dit gaat getoer naar die date. Meekomen, we gaan in de auto. Oké, jongen, vertel eens wat meer over je vriendin, oké, Mila? Dat is nog niet mijn vriendin, papa. Maar je zei net dat ik je vriendin was. Het is mijn crush, oké? Je crush? Oké, broekstinner, toch? Maar ik ga er vandaag mijn vriendinnetje maken. Oh, dat is wel broekstinner. Ah, dat is wel lief. Dus je gaat haar helemaal verkering vragen? Jazeker. Ben je dan niet zenuwachtig, baby Dennis? Stap maar uit, jongen. Laten we maar gaan kijken dan, hè? Oké. Ik ga wel alleen, hè? Dat weten jullie. Nee, papa en mama gaan mee. Zeg, papa en mama gaan mee. We willen wel op een afstandje kijken, dat is goed. Oké, maar dan doe ik wel de deur open. Ja, dat is goed. Kom maar door, papa en mama. Bonjour. Buongiorno. Ciao, tutti. Jullie lekker aan het eten. Goedemorgen. Ja, zei, ik heb gereserveerd voor 2. Oké. Ga er maar zitten. Oké, dan. Waar is het? Is het hier? Kijk eens aan. Mila? Mila is de naam, toch? Ja, ik ben Mila. Wie zijn ik kom mezelf even voorstellen, oké? Ja, maar ik ken jou al. Ja, maar ik ken nog een keer, oké? Ik ben de mannelijkste man. Double your wrist mover. Baby Dennis en Mila, als jij bent waarschijnlijk, waarschijnlijk het schatje van mij, hè? Schatje, vriendje, Mila. Jullie twee gaan maar even daar zitten. Ja, op dat tafeltje hiernaast. Hier, kijk hier. Oké. Het tafeltje helemaal voor ons samen, Mila. Dit is de vader. Vader van Mila. Ik zou je even je hand geven als je even hier komt staan. Ja hoor, mijn naam is Harry. Hey Harry, mijn naam is Dennis. Dennis en mijn vrouw Sarah. Aangenaam, kennis te maken, Dennis. Hallo Sarah. Dus uw dochter gaat met onze zoon op date. Mila en Dennis. Ja, schijnbaar wel, ja. Ah, baby Dennis, ja. Mijn dochter heet Mila. Zij kan echt niet van de telefoon weg, joh. Ja, die van onze zoon niet van ons ook niet, hoor. De hele dag berichtjes sturen en zo. En die technologie die Snapchat en die Insta, hoe heet dat? Ja, ik snap er helemaal niks van. Ik gebruik alleen maar Facebook. Ja, Facebook, ja. Ik zal je even toevoegen naar de tijd, ja? Maar Ja, dat is helemaal goed, hoor, Dennis. Ja, wel belangrijk om contact te houden. Even een vraagje. Hoe hebben jullie die betalen überhaupt? Met mijn eigen geld. Jongens doen. Maar bij Bidden, dus je hebt helemaal geen geld, hè? Dat weet je. Je hebt nog geen zakgeld. Ja, nee, maar de man die moet altijd betalen. En ik ben echt de mannelijkste man die er is. Ja, echt een gentleman is het. Inderdaad. Oké, papa en mama zitten hier aan het tafeltje naast. Wij gaan even met Harry was de naam, toch? Ja, zeker weten. Harry was de naam, inderdaad. Wij gaan even een beetje kibbelen met Harry. Als er wat is, dan roepen jullie maar, ja? Nou, kunnen we ze hier mooi in de gaten houden. Ik heb verrekijker meegenomen, momentje hoor. Dus zit het een beetje lekker, Mila? Ja, zeker. Dat heb ik goed geregeld, hoor. Mooi zo. Het is ook een beetje lekker het eten. Dat denk ik wel, maar ik kan mijn ogen eigenlijk niet van jou afhouden. Jij bent echt heel knap. houd toch eens op. Jij bent knapper dan ik. Nee. Zeker wel, jij bent knapper dan ik. Tegenwoordig. Ben jij misschien een visser? Nee, ik vis eigenlijk niet. Hoezo? Maar want ik vis jou zo wel uit de zee vol met vissen, hoor. Heb je mij nou aan de haak geslagen? Ja, ik heb jou aan de haak geslagen, ja. Jij bent de visser. Oh, jij bent de visser dan inderdaad. Een foutje van mij. Jongens, zo kan het wel weer, ja? Papa, het gaat goed, hoor. Weet je wat? Papa gaat er anders wel even bij zitten, ja? Harry, neem anders even plaats. Mila, ik ga maar even naast je zitten, oké? Ga maar door, jullie twee. Als er voor niks aan de hand is. Nou, super lekker het eten hier. Ja, ik zou bijna net zo zeker net zo lekker als jij. Wow, stop hoor. Jij maakt me verlegen. Nee, jij maakt mij verlegen. Ik bedoel, ik ben niet verlegen. Ik ben de mannelijkste man ooit. Ik heb double your wrist. Ja, dat heb je zeker. Inderdaad, ik dan. Papa, stop nou maar, oké? Je bent echt een L-wingman gewoon. L-wingman? Dat is brutaal tegen je vader, hè? Baby Dennis, hoe heb je Mila leren kennen? Via social media of... Jazeker. Welke app? Nou, via Instagram natuurlijk. Instagram, hoe dan precies? Hij stuurde mij een berichtje. Hij stuurde jou een berichtje? Je had het laatst trouwens over een dame die aan het dansen was op TikTok. Was dat Mila? Het is TikTok, papa. Mila, ben je nou aan het dansen op het internet? De vogeltjes dansen, denk ik. Oh, de vogeltjes dansen. Ja, zeker wel. Ik heel erg goed dansen, hoor. Ik kan me nog zo goed herinneren, Dennis, dat toen ik 20 was, dat ik dat in een cafeetje deed, de vogeltjes dansen. Ja, wat een mooie tijden waren dat, hè? Ja, dat was echt geweldig, joh. Ja, dan gingen we allemaal eieren gooien op die
Dat is echt mega cringe. Ja, dat was echt een kat kwaad op onze tijd. Baby Dennis zit er wel weer op zo, hè. Laten we... Dat is wel mooi geweest. Zit het er weer op? Ja, wij gaan er ook even door op, Milan. Oké. Dan moet de man gaan betalen natuurlijk. En dat ben ik. Want ik heb zoveel geld. Als dat zo is, dan laat dat maar even zien dan, Baby Dennis. Oké, dat is goed. Ja, ik betaal wel. Open. Doe maar graag de bon, alsjeblieft. Dat is dan de 50 euro. Kom, graag een pin, alsjeblieft. Is dat mijn pinpas? Misschien. Hoe kom jij dan nou weer aan, Baby Dennis? Die heb ik... Oké, hier, geef ik nu meteen. Oké, papa. En niet doen alsof je heel veel geld hebt, oké? Nou, wou je nog wat anders doen met Mila? Ja. Ik heb gehoord. Eten, we willen een ijsje eten. Ijsje? Oké, volg mij bij Mila, ik regel het wel. Hey, wat gaan jullie doen? Ijsje! Wat gaan jullie doen? Het lijkt wel alsof iemand een ijsje halen. Nee, dat komt helemaal niks van in. Hey, hier blijven jullie twee. Harry, ik weet niet hoe het met jou zit hoor, maar dit wordt helemaal niks zo. Nee, dit wordt echt helemaal niks. Ja, kijk, ik wil niet de pret verpesten, maar ik denk dat Mila ook nog een beetje aan de jonge kant is, weet je wel. Ja, Mila is wel jong hoor. Mila is denk ik wel 5 jaartjes. Ja, baby Dennis is net 4 geworden, dus die is nog aardig jong ook. Dus denk je dat dit slim is? Nou. Nu al een vriendje voor Mila of nu al een vriendinnetje voor baby Dennis? Ik denk het niet hoor. Ik vind vriendje, vriendinnetje wel te vroeg hoor. Ik kijk wel even wat ze aan het doen zijn met de verrekijker. Mila, het is zo heet, vind je ook niet? Ja, inderdaad. Het is echt tijd voor een ijsje. Komt. Nee, dat komt van jou, Mila. Nee, je bent zo heet. Mevrouw, mag ik een ijsje? Tuurlijk, wat voor ijsje willen jullie? Het doe mij maar een aardbei-ijsje. Oké, komt eraan. Aardbei-ijsje? Mevrouw, mogen we misschien wat samples hebben? Wat proefstukjes? Dat is lekker. Ik denk met jullie, dan gaan jullie zeker niks kopen, alleen maar proeven. Jazeker wel. Ik zei toen net al aardbei-ijsje, maar ik weet eigenlijk niet welke smaak ik wil. Dus ik wil even van alles eentje proeven, oké? Ja, mag ik eigenlijk ook van alles eentje proeven? Nou, oké dan. Hier is... Ik ga gewoon achteraf een ijsje betalen. Oké. Oh, heerlijk. Ja. Wat gaan ze nu doen? Gaan ze niet betalen? Lieverd, ik denk dat het hier tijd is om te onderbreken. Ja, ik denk dat het wel. Ik denk niet dat hier wordt... Het is zo lekker. Mogen we nog eentje proeven? Mogen we nog eentje? Baby Dennis, Mila, wat zijn jullie aan het doen hier? We zijn eitjes aan het eten. Oké, hebben jullie die mevrouw ook netjes betaald? Nee, dat is een proefje. Mag je vragen een gratis bolletje om te proeven? Jazeker. Ja, zo werkt het. Oké, baby Dennis en Mila, doe maar netjes afrekenen, ja? Nee, maar dit zijn proefeitjes. Baby Dennis, is het ook tijd om naar huis te gaan? Dat wordt al laat. Ja, jij moet nog middag slapen. Nee, er wordt niet verder gespeeld. Papa, alsjeblieft. Ik moet nog één dingetje aan vragen. Dat weet je, papa. Mila, het is al bijna bedtijd, hoor. Moet je dat nu even doen en niet weglopen, oké? Oké, Mila, ik moet iets vragen, oké? Wat dan? Wil je me ook te volgen eventjes? Baby Dennis? Oké, kom deze kant op, deze kant op. Baby Dennis! Baby Dennis! Baby Dennis, hier komen. Waar ga jij heen, Baby Dennis? Dennis, hij is zo eigenwijs vandaag. Nee, wat gaat hij? Ik heb ook een rijbewijs en een vliegbewijs. Ik ben superman. Baby Dennis, onderuit! Baby Dennis! Je bent gebeld. Hallo? Mila, wat was dit nou net met die helikopter, Mila? Dat was niks, papa. Ja, dat is geen ris of zo, hoor. Je hebt een groot probleem. We hebben gezien wat je net aan het vragen was. Dat is wel ris, mama. Alleen, het is denk ik tijd om de dag af te sluiten en allebei naar huis te gaan, ja? Oké, dan. Trouwens, voordat ik een zandkasteel ga bouwen, ik wou nog wat vragen. Ik geef volgende week een slaapfeestje. Wil je ook komen? Ja, dat is superleuk. Nee, dat gaat absoluut niet.
niet gebeuren, ja? Nee, dan wordt hier niet samen geslapen. Dan ben je veel te jong voor. Hup, mee naar huis, jij. Veel te jong, ik ben een superman. Nee, neem maar mee, oké? Ik kom niks van die Harry. Vind jij dat tekort? Alsjeblieft, papa. Alsjeblieft. Nee, kom maar. Nee, dan wordt hier niet samen geslapen. Mee naar huis, jij. Kom naar huis, toe. Lieverd, kom maar hier, jij. Fijne dag, Alice. Ik accepteer je nog op Facebook, hè? Ik zie je nog een vriendschapverzoek op Facebook. Laat, Harry. Jongen. Je weet dat je vader je hierdoor heel erg in een probleem had kunnen brengen, hè? Huisarrest en noem maar op, maar weet je wat het is? Je moeder was hartstikke ongerust, oké? Helemaal in paniek. Ja. Je niet vermoedert je dat alsjeblieft niet aan, want ze heeft ook met het hart, hè? Kom op. Maar jongen, wie weet, vraag jij de volgende keer wel als je vriendinnetje, oké, baby Dennis? Ja, bij het slaapfeestje toch, papa? Daar hebben we thuis nog even over, baby Dennis, over dat slaapfeestje. Maar er komt absoluut helemaal niks meer in. Nou, mee naar huis. Ah, man. Hup, de dag zit erop. Laat weten wat jullie vinden van baby Dennis' vriendinnetje in de reacties. Ik denk dat hij hier nog iets te jong voor is. Nou, we gaan naar huis. Hup, morgen is jouw eerste schooldag. Oké, papa, oké.